concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. Regisseur James Cameron is meer dan 10 jaar bezig geweest met zijn droomproject Avatar. Nu is de film eindelijk zo goed als af en natuurlijk komt er ook een bijbehorende game in de winkels te liggen. Hebben we hier dan eindelijk weer eens te maken met een filmgame die de moeite waard is? Avatar draait om een conflict op Pandora, een planeet vol met prachtige natuur. De mensheid heeft interesse in de planeet vanwege waardevolle grondstoffen. Maar de oorspronkelijke bewoners, de Navi, zien de kolonisatie niet zo zitten. Het verhaal van Avatar maakt echt de nodige indruk op je. De mensen moorden zonder goede reden de Navi uit en verwoesten hun prachtige planeet. Geen van de personages lijkt enig mededogen te hebben met de oorspronkelijke bewoners. Vergeleken met de gemiddelde filmgame is Avatar enorm ambitieus. Je bezoekt delen van Pandora die erg groots zijn opgezet. Je hebt dan ook verschillende voertuigen die je kunt pakken om de omgevingen mee te verkennen. Je mag zelf ook kiezen met welk personage je speelt. En voordat je het weet heb je partij gekozen voor de mens of de Navi. The Navi could use you. It's now or never. We're two avatars against these guys. We can take them. Het is duidelijk dat de ontwikkelaar hier veel tijd in heeft gestoken, want beide soorten hebben compleet andere missies, omgevingen en eindes. Ook de speelstijl van de mensen en de Navi verschilt enorm. Mensen vechten vooral met vuurwapens, grote robots en rijden rond in buggies en voertuigen met raketwerpers. De Navi voelen zich erg verbonden met de natuur en gebruiken paarden en grote vogels om zich te verplaatsen. Ze vechten met pijlenboog of met slagwapens. Helaas speelt het allemaal veel te simpel, waardoor je avatar al snel beu raakt. De wapens missen impact en dekking zoeken heeft geen enkel nut. Je rent als een gek rond terwijl je de vijanden onder vuur neemt en ziet alleen aan hun teruglopende gezondheidsmetertjes dat je ze hebt geraakt. De speciale krachten die je hebt zijn te zwak om echt wat toe te voegen en worden allemaal aan het begin van het spel geïntroduceerd. Zo heb je al snel 4 favorieten en gebruik je alle andere krachten nooit meer in de rest van de game. Waren er in de loop van het spel nieuwe krachten bijgekomen, dan had dat wellicht voor wat meer variatie gezorgd. Ook de missieopzet wordt snel eentonig. Je wordt continu van hot naar her gestuurd en eigenlijk moet je altijd hetzelfde doen. Zo moet je als mens keer op keer 3 kristallen zoeken, die je vervolgens bij een magische boom in de grond mag stoppen. Het is ronduit vervelend om deze kristallen te zoeken terwijl je op een voertuig zit, omdat ze erg slecht besturen. Ze komen keer op keer vast te zitten in de omgeving, waardoor je weer achteruit moet rijden of vliegen. Ze voelen ook te licht aan, alsof ze niet echt thuis horen in de omgeving. Avatar doet zijn best om een diepe ervaring te bieden, maar is eigenlijk gewoon een typisch actiespelletje. Je krijgt ervaringspunten voor vrijwel alles wat je doet, maar die hoef je niet zelf te besteden. De wapens die je vrij speelt zijn vooraf al bepaald. Daarnaast ben je met maximaal 1 missie tegelijk bezig en alle missies worden in een vaste volgorde afgewerkt. Je hebt dus totaal geen keuzevrijheid. Grafisch weet de game zeker een goede indruk achter te laten. Avatar zit vol met felle kleuren en mooie omgevingen en het maakt vooral nieuwsgierig naar wat de film straks allemaal op beeld gaat toveren. Helaas zijn mooie plaatjes alleen niet voldoende om een goede game te vormen. Avatar is uiteindelijk echt een gemiste kans. Het is duidelijk dat de ontwikkelaars genoeg tijd en ambitie hadden om hier iets moois van te maken, maar omdat er 2 verhaallijnen zijn, zijn ze vergeten beide gedeeltes spannend te maken via afwisseling en diepgang. Als de game constant had overgesprongen van mens naar Navi, dan had het al wat gevarieerder geweest. In de film kunnen mensen ook in Navi veranderen, dus eigenlijk lag dat ook voor de hand. Nu komt Avatar niet verder dan een magere 5 en dat is echt een teleurstelling voor een filmgame die wel ambitie durft te tonen.